Mensen vragen vis? Ja. Ja? Ja, dat is ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dit is echt een programmaatje, ja, daar leer je wat van. Ja? Ja, jij laat alles over je gang gaan, maar dat is niet zo. Dit is mijn advies. Doe er je voordeel mee. Vandaag in Meester Frank Visser uit visite. Bas zijn droom valt in duigen nu die van de gemeente zijn restaurant moet sluiten. Oh, wat erg. Heb niks meer. Zielig, hè? Ik ben onderweg naar Amsterdam-Noord, waar de 71-jarige Koos een hele fijne huurwoning heeft. Maar al dit huiselijk geluk wordt letterlijk overschaduwd door een reusachtige boom, eigendom van de gemeente. Mensen altijd zeuren over bomen. Ja, nou ja. Als je zo'n ding voor je neus hebt staan. Ja, nou ja. Stil. Nee, ik ga niet meer ervan verpraten. Ik moet de hele dag om. Kijken met een boom. Ik moet de hele dag om weghouden voor jou. Ja, je zit te kijken. Ja, nou dan mag ik toch ook mijn commentaar erop geven. Ze hebben niet eens wat over gehad. Nee, ik heb er al 100 gezien van meeste vissen, maar ja, nou, het gaat altijd over bomen. Hier, moet je ja, kijken, ja, over bomen en schuttingen. Ja, ja, ik weet het voor je kan. Ja, omaak het niet toe. Kijk eens, nou, zo'n baak heb ik niet. Nee, maar gewoon. Zo zul ik niet. Mensen vergeten dat je ook zonder de zon bruin wordt. En als het heel heet is, niet zo heet. Ah nee, zeg, kom. Dat ga jij toch niet uitmaken. Om hoe ik moet houden. Kom, net zo goed gelaten als je. Ja, dan doe je dat toch. Dan doe ik het wel. Ja, zo'n grote boom is er niet. Dat gaan ze niet zomaar weghakken en dat kost honderden euro's. Gulders? Nee, maar ja, honderden euro's is dat. Meester Frank Visser is hartstikke leuk om naar te kijken. Wij hebben voor ons ook een keertje wat gedaan, dus dat over de woonboot met de gemeente. Dus, nee, het is aardig, man. Maar...